ga ik met jou. En dan volgende 3 maanden later ga ik weer met die. 3 maanden later met die. Voor je het weet heb je 10 mannen gehad. En, weer. En ik vind dat al ben je niet gelovig. Dat vind ik zoiets vies. Dat ik denk van... nee, daar moet je je voor behoeden. Dit is Spot On, waar we vrouwen graag inspireren. Vandaag gaan we in gesprek met Touria Houd, beter bekend van de film Shuf Shuf Habibi. Wat doe je hier? Wat doe ik hier? Wat doe jij hier? Waar is die allemaal? Hij is er niet. Hij is er wel. Hij is er niet. Waar is hij? Hij is er niet. Weet ik veel. In 2006 verhuisde ze naar Los Angeles voor de liefde. Na 15 jaar keerde ze terug als een sterke, onafhankelijke moslimavrouw. En dit is haar verhaal. Touria, hoe gaat het met je? Ja, ik ben goed. Ik was even verdwaald, maar het gaat goed met mij, gelukkig. Want je hebt natuurlijk 15 jaar in L.A. gewoond. Ja. Hoe was dat? California, L.A. is toch echt een hele andere, beetje eigenlijk, ik zeg een surferachtig mentaliteit. Hè? Want de zon schijnt gewoon het hele jaar door. Mensen worden wakker, die gaan hiken. Die beginnen met in de ochtend gewoon hiken of naar Malibu Beach gaan, Venice Beach. Dan, je dag begint echt heel rustig. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar ook met Marokko, want mensen gaan er ook heel lang lunchen. Dus lunch is niet 1 uur, is 3 uur. En gewoon dat soort vibe is natuurlijk heel anders. In Nederland is natuurlijk het weer speelt een hele grote rol. Maar het klinkt echt idyllisch. Waarom ben je dan naar Nederland gekomen? Ik had echt zoiets van, ik wilde eigenlijk een switch. Ook, ook omdat ik eigenlijk heel erg persoonlijk met andere dingen een switch heb gemaakt. Ook met betrekking tot geloof en dingen. Dat ik had zoiets had van, ik ben dichter bij Marokko, dichter bij mijn familie. Toch wel wat geaarder, om het zo te zeggen, in Nederland. Want je had het net over dat je heel graag wilde aarden en dat er op privévlak dingen waren veranderd. Ja. Je stipt al net even je geloof aan. Ja. Wat was dan veranderd voor jou? Bij mij zat eigenlijk de islam altijd in mijn hart. Sinds als ik me kan herinneren, 15e, 16e, ik weet niet eens meer. Maar ik heb er ook niet echt wat mee gedaan. Ik ben ook heel vrij vroeg het modellenwereld ingegaan. Ik had toen een wedstrijd gewonnen, ik was toen 20 geloof ik. En toen ben ik eigenlijk wij de wereld ingegaan. Maar kijk, de islam is ook een levensstijl. Het is niet alleen een geloof. Dus daar ben ik eigenlijk sinds mijn vader is overleden 2017 meer op gaan richten. Ik weet ook niet hoe, dat is gewoon een ingeving dat ik toen had. En toen ik... Want dat was wel een wens van hem, toch? Ja, dat was een wens. Ja, want hij, de imam, dus die de uitvaart en zo van mijn vader heeft geregeld, die had wel gezegd, je vaders laatste wens was dat jij en je zusje wel naar de islam zouden keren. Mm. En dat heeft mij heel erg geraakt. Ja, en met dat toen dacht ik, weet je wat, ik moet echt meer gaan lezen. Ook over de profeet, sallallahu alaihi wasallam, over hem. En over meer over het geloof dan dat ik weet van, oké, je moet bidden. Maar echt gaan verdiepen dat je echt ook het vanuit je hart komt. Dat je het voelt en hoe je erin staat ook je karakter en hoe je gewoon eigenlijk alles. En zo ben ik me eigenlijk in gaan verdiepen. In die tijd ben ik ook eigenlijk ziek geworden. Ik was eigenlijk ziek geworden in 2016. Toen was er al dingen met mijn lichaam aan de hand en mijn huid en ik wist niet wat er aan de hand was. Maar dat alleen maar, ik denk dat de stress van mijn vaders overlijden, dat het alleen maar nog meer heeft veroorzaakt. Toen ben ik me echt de islam gaan studeren. En toen ik ziek was geworden, het heel raar, het is echt eigenlijk heel iets spiritueels. Voordat ik wist dat ik kanker had, wist ik dat ik beter zou worden. Ik had dus een hele ingeving gehad van vertrouw erop. En zo ben ik eigenlijk ook heel makkelijk door mijn chemotherapie gegaan. Want zelfs de dokter zei van, hey, ik snap het, je bent de enige patiënt die nog lacht hier. Ja. Ik weet niet wat jij neemt, maar over jou hoef ik geen zorgen te maken. Alsof je wist dat het een fase was. Ja, ik wist dat het een fase was. Ik wist ook dat het een test was. Een soort van tweede kans. Heb je spijt van jouw huwelijk met jouw ex? Dat is echt een vraag. Ik heb geen spijt omdat ik dan mijn 3 mooie zonen niet had gehad. Dus dat is sowieso een blessing. En alles gebeurt met een reden. Dus dat was ook een pad die ik op moest. Dus nou ja, antwoord is nee. wat zijn grote goals die jij wilt behalen? Nou ja, sowieso wil ik mijn passieproject Azumar Official groot maken. En daarmee andere vrouwen helpen, andere designers door deze platform te bieden. En natuurlijk mijn turbans en mijn kaftans. En een grote goal is dat ik toch hoop op jonge leeftijd naar een bedevaart te maken. Dat is wel echt een goal die ik wil op jonge leeftijd, dat ik dat wil doen. Volgende. Durf je nog met de media te praten na alle rottigheid die je over je heen kreeg? Ja, ik durf sowieso met de media te praten. Want ik weet ook nu wat ik moet zeggen en waar ik natuurlijk voor sta. Dus dat heeft me zeker niet beïnvloed. Maar ik ben wel op mijn hoede. In de media was te lezen dat je kinderen achterliet in L.A. toen je hier naartoe kwam. Wat dacht je toen je dat las?
Ik moest toen eigenlijk gewoon lachen. Ja? Dat zijn ook van die dingen waar ik dacht van, oké, daar gaan we weer, weet je wel. Ze proberen sensatie te creëren. Ja, want ja. Je woont nu met je twee zonen in Nederland. Ja, ja. Eentje is nog bij zijn vader. Eentje is net terug naar zijn vader gegaan. Ja. Want die wilde naar de American High School. Dat begrijp ik ook, want die speelt echt American football. Oh, ja. Dat heb je hier natuurlijk niet. Dus die zal op en neer komen. We moeten maar even kijken hoe dat die anderen gaan ook naar hun vader op een gegeven moment. En dus hun vader komt ook hierheen. Maar die twee kleine wonen bij mij nu. Dus ben ik wel echt blij om. Hoe is de opvoeding nu veranderd sinds jij besloot om echt je geloof te volgen? De opvoeding is in zozeer niet echt veranderd. Maar wat er eigenlijk meer verandert is dat ze me nu wel zien bidden. Dat ze daarin meegaan af en toe. Dat ze zeggen, mag ik meebidden? Ja, en meer dat ik ze eigenlijk meer leer over het geloof. Wat ik eerst niet deed. Waarom eten we halal? Waarom moet je niet... Kijk, dat soort dingen begrepen ze eerst niet, nu wel. Dus dat soort dingen geef ik ze wel mee. En natuurlijk met hun vader is het natuurlijk heel anders. Maar bij mij thuis, ik zeg het tegen je, je krijgt twee verschillende dingen mee. En jij moet uiteindelijk de weg kiezen die je wilt kiezen. Maar bij mij thuis is het zo. Ja. En als je met papa bent, is het zo. Ik kan me voorstellen, je bent dus eerst single geweest in L.A. En toen was je natuurlijk ook moslim, maar niet praktiserend. En op een gegeven moment maak je die omslag. Hoe is het dan? Dat als je weet van oké, dit is mijn koers... Wat voor, hoe ga je dan daten? Sta je er anders in? Dat is een goede vraag. Ja, ik sta er zeker wel anders in. Sowieso vind ik daten al, ik zeg niet dat ik niet date, maar... Liever niet. Liever niet. Ja, ken ik. Je moet toch wel iemand leren kennen en zo. Maar daten heeft voor mij ook een hele andere wending gekregen. Maar sowieso sta ik erin. Ja, want kijk, toen ik niet zeg met het grootste, keek natuurlijk heel ander man en was het makkelijk. Weet je, dan dacht je van, ik ga naar een event en je leert iemand kennen, zullen we afspreken. Nu voor mij, ik heb ook natuurlijk bepaalde voorwaarden wat voor man ik in mijn leven wil. En als die ook niet op dezelfde pad als ik sta en ook niet volgens het... En dan heb ik het ook niet over, kijk, want heel vaak hebben meiden, moslima's ook al vaak al, zolang die maar bidt en hij gaat naar de moskee op vrijdag en ding. Ja, dat is gewoon een plicht. Dat maakt niet een man. Voor mij is echt de karakter van een man. Ik heb veel moslimvrienden en dan zeg ik van maar ga dan gewoon daten. En dat vinden ze heel spannend. Je hebt er ook speciale apps voor. Maar ik merk, ik weet niet of jij ervan op de hoogte bent. Nee, ik weet wat er uit. Ik haat sowieso dating apps, geloof ik niet in. Maar dat is een heel lang ander verhaal. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het wel. Is het makkelijker nu? Is het lastiger nu? Kijk, het daten. Eigenlijk mag het al helemaal niet. Maar je gaat niet met iemand trouwen die je niet kent. Dus. Je moet ook iemand leren kennen. Maar er is een manier om te leren kennen. En ik heb heel vaak dat daten. Meisjes, om het zo te zeggen. Maar ook vrouwen hoor, van mij leeft van alle leeftijden. Worden misleid door valse beloftes en dingen. En als ik dan specifiek over moslims ben met een man. Dat probleem hebben we heel veel. Die gaan dan daten. En dan zijn ze een jaar verder, twee jaar verder. Wanneer komt hij nou mijn hand vragen? Dan komt er niks meer. En daarom zeggen we in islam ook commitment is heel belangrijk. Leer die persoon wel kennen, maar behoed je wel. En dan is het natuurlijk aan jouzelf, in hoeverre wil je behoeden. Maar het is niet alleen de islam. Hè? Kijk, je hebt natuurlijk, ik weet niet of je TikTok hebt en zo. Je hebt heel vaak van die dingen. Ook al was je geen moslim geweest. Zeg het christelijk of boeddhisme. Om het zo maar te zeggen, als je met iemand seksueel bent, hè, dan is het een energieverwisseling. En dat had ik voordat ik islamitisch was. Je geeft je energie, je geeft je lichaam aan iemand. Ik vind dat dat iets heel speciaals is. Dat je niemand geeft met wie je bent. Waarvan je weet, hij houdt van jou, je houdt van hem. En je gaat een serieuze toekomst tegenmoet. Om maar een voorbeeld te geven. Ik ben mijn ex-man. Wij zijn ook niet intiem geweest tot hij mijn hand heeft gevraagd. Pas toen we verloofd waren. Want ik had zoiets van, wie zegt dat jij dan met mij gaat? Dan ga ik met jou. En dan volgende 3 maanden later ga ik weer met die. 3 maanden later met die. Voor je het weet heb je 10 mannen gehad. En, weer. En ik vind dat, al ben je niet gelovig, dat vind ik zoiets vies. Dat ik denk van, daar moet je je voor behoeden. Mijn kinderen moeten hetzelfde geloof als ik hebben. Nou, het liefst wel, maar ik kan ze natuurlijk niet dwingen tot iets. Dus vanuit hun hart. Top. Mag jij voorlezen? Als je eenmaal kiest voor een bepaald geloof, dan mag je niet meer switchen. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk kan je switchen als je dat wil. Zolang je er maar volledig in staat. Ja. Je kan pas een relatie aangaan wanneer je één bent met jouw spirituele zelf. Want soms vind je je spirituele zelf juist in die relatie. Ja, maar je moet wel... Denk ik sowieso 90% wel, anders ga je dat bij iemand anders zoeken en dan ben je niet jezelf. Ja, oké.
Goed punt. Ja, het is duidelijk dat jij goed weet wie jij bent. Dus ja. Dat vind ik wel heel erg fijn om te horen. Ja, gelukkig wel. Als je nu... Ja, je zegt gelukkig wel, ja. Want het is natuurlijk ook anders geweest. Ja, het is heel lang... Ik heb heel lang een soort van identiteitscrisis gehad. Ook ja. Vanwege, ben ik nou Macedonisch, ben ik Marokkaans, ben ik Nederlands? Nee, niet Nederlands, niet Macedonisch, niet Marokkaans. Daarna, waar pas ik in? Dus het is echt een heel lange... Ik kan nu pas zeggen dat ik echt van weet van dit ben ik en hier sta ik voor. Ja, want als je dan op terugkijkt, wat zou je dan anders hebben gedaan? Ik denk dat ik anders, dat ik sneller van mezelf zou ben gaan houden. Mm. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Maar dat komt ook omdat ik gewoon nooit me geaccepteerd voelde. Niet in de, met de Macedonische mensen, niet met de Marokkaanse mensen, niet met de Nederlandse mensen. Ja, dus dat, daar was ik al zeg maar een beetje verloren in geraakt. Waardoor je dan aan jezelf gaat twijfelen. Alsof je niet goed genoeg bent voor niemand. En nu heb ik zoiets van, ja, ik ben wie ik ben. Als je me niet wil, ja, dan niet. Ja. Maar dat heeft heel lang geduurd. Ja, het is ook echt een journey. Want ik denk dat iedere keer als je dan denkt dat je erachter bent, dan kom je weer in een dieper gat van, oh, en hier moet ik nog meer over leren. En voor mij is houden van sowieso een werkwoord, maar ook naar jezelf toe. Ja, en ik bedoel, als ik daar nog steeds zwak in was, dan had ik dat nu nog gehad. Want ik bedoel, ja ik heb natuurlijk ook in onze gemeenschap Marokkanen van. Ja, oh nee, je bent niet genoeg, goed genoeg moslima, want je draagt geen hoofddoek. Ja. Of, je bent, dat is er nog steeds allemaal, weet je wel. Maar nou, nu heb ik zoiets van, ik weet wie ik ben en God weet wie ik ben. En zolang ik in de spiegel kan kijken en het interesseert me helemaal niet wat jij over mij denkt. Want uiteindelijk ga ik dus alleen met graf in, niet met jou. Dus, maar ja, vroeger wist ik dat niet. Nee. Ik zit te denken, want je bent zo gegroeid in de afgelopen jaren. Ben je al de persoon die je wil zijn? Nou, ik zeg altijd, je blijft groeien. Je blijft groeien tot je doodgaat. Ja. Kijk, ik ben wel die persoon die ik wil zijn, maar ik leer nog elke dag. Maar dat is het ook, dat je durft te zeggen waar je ja zegt en durft te zeggen nee. En voor jezelf ook te opkomen en dat je grenzen stelt. Zo. Want als je niet van jezelf houdt of niet weet wie je bent, dan kan je ook geen grenzen stellen. En dat gaat je continu steeds. Elke keer dat jij zegt van nee, ik heb nu mijn grens gesteld, voel je je wel trotser. En dat kan zijn met werk, met relaties, in het daten zelfs. Dat je zegt van nee, dit is mijn grens tot hier en niet verder. Als je er nu op terugkijkt, wat voor tips zou je willen meegeven aan jonge meiden die ook nog op een spirituele reis zijn? Nou ja, ik denk spirituele reis, de jonge meiden, wat ik wel zo weet, dat gewoon echt wel te leren dicht bij jezelf te staan. Wel heel goed, en ik zeg dat schrijven helpt, hè, dat niet in je hoofd zit, echt op te schrijven van eigenlijk die spirituele reis van wat kwetst je in het leven, wat is in het leven waar je niet goed bij voelt op dit moment, wat zou je willen veranderen, dat moet je eigenlijk allemaal zeg maar in een soort van notebook voor jezelf, zodat je elk continu kan reflecteren. Mooi gezegd. Ja. Dankjewel voor je tijd. Ik vond het zo leuk om je te leren kennen. Dankjewel dat jullie mij hier hebben uitgenodigd. Natuurlijk, je bent altijd super welkom. Leuk. Nou, we hebben het gehad over jouw spirituele reis en ook zeg maar je herontdekking van je geloof. Dus ik ben heel erg benieuwd wat eigenlijk jouw geloofsovertuiging is en wat jouw weg daarin was en hoe je daar kracht uit putt. Laat het weten in de comments, want misschien hebben andere mensen er nog wat aan die toch een beetje zoekende zijn. Dankjewel. Dankjewel.